Hartelijk welkom hier in het cultuurcentrum. Het is vandaag Koninginnedag. We vieren de verjaardag van onze koningin. En gisteren was de officiële lintjesregen. En zijn in onze gemeente 3 mensen gedecoreerd. En ze zit in mijn gezichtsveld, mevrouw Meek uit Rijsbergen. En die is gisteren ridder in de Orde van Oranje Nassau geworden. Dan kijk ik of de heer Herreigers er is. Ja, zit hij. Helemaal trots. De heer Herreigers uit Wernhout is gisteren lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. En mevrouw van de Buis. Ja, die zit er ook. En mevrouw van de Buis is gisteren ook lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. Dat ik u als voorzitter van de Kruisboogvereniging, de gezellige vrienden, voorzitter gezamenlijke Kruisboogvereniging Kringzundert en bestuurslid Nederlandse Kruisboogbond in Café Victoria de versierselen van lid in de Orde van Oranje Nassau mocht opspelden. Dus ook het afgelopen jaar, sinds vorig jaar Koninginnedag, de heer Van Erk ook geridderd in de orde. En dan hebben we de heer Haast uit Rijsbergen. Is die aanwezig? De heer Haast, die heb ik koninklijk mogen onderscheiden op 16 oktober 2010. En dat was vanwege zijn jarenlange inzet als voorzitter van de postduivenvereniging De Postduif. En voorzitter van de baronie en de bestuurslid van de afdeling Brabant. Allemaal in het kader van postduiven. En het trieste is dat, ik dacht 10 dagen na dat ik die onderscheiding heb uitgereikt aan de heer Haas, zijn vrouw is overleden. Dus dat zou ook wel een van de redenen kunnen zijn dat hij hier nu niet is. Maar ik denk dat het wel goed is dat we hem noemen en hij is ook lid in de Orde van Oranje Nassau. En dan de laatste onderscheiding die uitgereikt is voor Koninginnedag, dat was op 3 april. En dat is de heer Van Aerts. Ja. Nou, dan ga ik u toch even speciaal aankijken. Koninginnedag 2011. Alle oud gedecoreerden bijeen in cultuurcentrum Zundert. Onder andere broeder Gerard. Broeder Gerard, welkom. Fijn dat u weer terug bent in ons vertrouwde Zundert. Wanneer bent u teruggekomen? Ik ben nu een week thuis. En sinds wanneer hebt u die mooie onderscheiding? Dat is al 2-3 jaar geleden. Nog steeds heel gelukkig van Erik. Jij was een van de laatste van vorig jaar die een onderscheiding heeft gekregen. Alles nog hetzelfde, nog steeds heel actief? Ja, alleen het is wennen. Ja, bepaalde dingen mis je, maar je hebt ook nieuwe uitdagingen, dus ik bedoel, dat komt best goed. Ja. Dus de eerste keer dat je deze bijeenkomst meemaakt, gezellig? Ja, en je ziet toch weer nog mensen. Dat je denkt van, hé, heb jij ook een link? Ja, precies. Want ja, normaal let je daar zo niet op. En dan zie je die en die, ja, dat is wel aardig, ja. Nou, ik hou je niet langer op naar de Oranje Bitter. Veel plezier vandaag. Zou dat lekker zijn? Bij mij Harry van Erk. Ook Harry heeft een koninklijke onderscheiding. Maar ik zie hier heel veel grijze haren. En ik vind jou toch wel een beetje een iets jonger hoofd hebben. Hoe oud ben jij? Ik ben 51. En sinds een week. Maar ik trek veel op met jeugd ook. Dus misschien dat mijn jong houdt. Ja, maar er zijn toch wel heel veel oudere mensen die een lintje krijgen. Sinds wanneer heb jij dat onderscheiding? Ik heb mijn lintje gekregen in 2006. Zo, dat was je heel jong dan.
Toen was ik jong, ja, was ik 46 als ik het goed uitreken. Mag ik vragen waarom je het hebt gekregen? Ik heb het gekregen in verband met mijn aantal dienstjaren bij de vrijwillige brandweer. Daarnaast ben ik ook een bestuurslid geweest 18 jaar bij het Corso-buurschap, het Kapelleke. En voor de rest heb ik ook nog bij het Stokpertje wat functies gehad in het verleden. En ja, gewoon nadrukkelijk aanwezig zijn in de gemeente. Ter zeerste verdiend. Ik hou jou ook niet langer op naar de Oranjebitter. Veel plezier vandaag. Zal wel lukken, dankjewel.